En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Sauwelavond. Maar niet natuurlijk voordat wij de officiële plichtplegingen die daarbij horen hebben gedaan. En daarvoor nodig ik graag Prins Ad en het kleine gevolg uit voor deze ceremonie protocolair, zoals ik het maar even zal noemen. En wellicht onder een klein ondersteunend deuntje van de kapel ga ik allereerst de ex naar voren halen. U zag als eerste de act van de leden van De Suk. Vervolgens zag u Ladies Holy. Daarna een kermis van helemaal niks van de Boerendollers. En tot slot zagen wij Ben de Klos alias Tommeke van Aert. En dat waren de acts waar een Sauwelavond kan niet zonder Sauwelaars. Als eerste Sauwelaar zag u haar debuut maken, Laurien Heemskerk. Na Laurien zagen wij zo'n lief Freek Heemskerk. Na Freek zagen wij Pim van Overloop. Daarna zagen wij niemand minder dan Jordi van Gils. Daarna niemand minder, Nick Robbers. En de laatste Sauwelaar van vanavond. Verwelkom hem met een groot applaus, Erik van der Westerlaken. Ja. Dankjewel, Boshuilen. En terwijl Erik als laatste Sauwelaar hier het podium betreedt, zie ik dat Ad nog de laatste medailles aan het omhangen is. En ik laat hem dat natuurlijk even in alle rust doen voordat ik zo meteen hem de microfoon zal geven. Ja, Ad, we wachten inderdaad op jou. En tot slot, ook een mooie medaille voor Laurien. En daarmee geef ik met heel veel plezier de microfoon af. Oeh, hij vergeet iemand. Heeft hij al een microfoon? Even kijken. Hier is voor u Prins Ad de 16e. Ja, dankjewel, dankjewel. Waar is mijn page? Amy. Kom. Kom, Ron, ga je ook. Ga je ook er ook bij. Het loopt even net een klein beetje anders. Ja, het ervan, hè. Nieuwe prins, nieuw adjudant, nieuwe page. Even wennen, maakt niet uit.
Kijk, papiertje erbij. Bosuilen, bosuilinnetjes. En, hebben jullie allemaal een beetje genoten? Ja? Nou, ik ook. En ik denk heel de suk ook. Zeker wel, ja. We hebben weer eens laten zien dat Bosuilendorp toch weer een hele mooie, leuke, gezellige, prettige, grappige avond weg kan zetten. En dat gaat niet zomaar. Daar zitten maanden aan voorbereidingen vooraf. Hier wordt zelfs gezegd van jaren. Ja, nou, dat vind ik daar een beetje overdreven, maar... Nee, maar het moet toch allemaal wel gebeuren. Het moet allemaal gedaan worden. Je kunt allemaal zeggen van ja, dat doen we wel. Maar vervolgens als ze daar niks doet, dan gebeurt er nog niks. Dus... Maar het staat er dus weer. En dat komt niet zomaar. En dat is met name, wil ik dan ook enkele mensen bedanken, enkele groepen bedanken, die dit mogelijk maken. En dan wil ik beginnen met de kapel natuurlijk voor vanavond, de Bosuilen. Voor de muzikale ondersteuning. Wij hebben niet een heel bijzondere presentator, Remco. Jij hoort er ook bij. Dus laten we een beetje zien. Heel goed gedaan, dankjewel. En je zult het vast wel gezien hebben, de ton wordt af en toe achter de gordijnen vandaan getrokken en dan weer van alles gebeurd, gordijnen dicht, gordijnen open. Er waren vanavond twee toneelmeesters, Michiel en Edwin Huybe. Waar zijn ze? Wanne, bedankt, kom een beetje naar voren. Jullie zitten altijd achter de schermen. Ja, kijk. Oh, daar gaat hij in. Ja, daar is hem. De gebroeders. Alle sauwelaars, alle acts, hebben allemaal een beetje riem, smink gehad. Een beetje ander kleurtje, ander haarkleurtje, ander pruikje, snorretje eraf, erop en eraan. Dat doen twee dames, Nicole en Carla. Waar zijn jullie? Kom even naar voren. Ik wil je hartstikke bedanken. Kijk. Daar komen ze aan. Kom dan even naar voren. Met de dames een bloemetje uiteraard. Ron, geef jij je bloemen. Nou is er één iemand, en dat wil ik ook graag even naar voren houden, roepen. Die heeft altijd, de algemene regie, hij staat altijd op de achtergrond. Maar hij heeft een hele dikke vinger in de pap, maar dat weten we allemaal. Jos van Hetten, kom eens naar voren. Jos, bedankt. Ja, Prins Ad. Oh, sorry joh. Ik neem het heel even over, want mag ik zeggen, maar... het is belangenverstrengeling wat er nou gaat gebeuren. Want weinig weten dan natuurlijk, maar
de mannen van JG Sound, die zijn en huurder en schoonzoon. Dus een beetje vreemd om de prins dan JG Sound te laten bedanken. Even, want ik denk dat JG Sound inmiddels 11, 12 jaar het licht en het geluid en de video verzorgt bij ons. Het is begonnen met een paar lampen en als je ziet wat er nu allemaal gebeurt, dan denk je, hartstikke mooi en dan worden ze veel betaald. Ja, maar als jullie weten hoeveel uren dat deze jongens gewoon buiten het betaalde gewoon vrijwillig doen voor Ulvenhout, voor het Zouwelen, dan denk ik dat ze een hartelijk applaus moeten hebben. En hier is het. Die is voor jou. Daar zat ik op te wachten. Ja. Ik denk, ik heb nog geen briefje. De avondwinnaar voor de Sauwelaars. Mannen, kom eens een beetje naar voren, want jullie krimpten altijd zo naar achteren. Kom, Sauwelaars. Dan draai ik mijn eigen even om. Te kijken wie dat dan natuurlijk, want anders kunnen jullie dat lezen. De avondwinnaar. 29 januari 2016. Bosuilendorp is geworden. Niek Rovers. Sonic, hey, wat denk je ervan? Goed, hè? Nee. Ja, wil jij nog wat zeggen? Ik denk het wel, niet? Ja, alsjeblieft. Ja, natuurlijk wil ik wat zeggen. Hebben jullie een shredder? Want zo past hij niet in mijn collectebus. Dus. Ik heb wel een grote hamer. Ja, dat is ook goed. Hey, ik wil even één iemand een klein beetje alvast in het licht zetten. Ondanks dat JG Sound heeft heel veel licht bij, maar Stevie Vrijen is namelijk jarig. Onze oud-Sauwelaar Stevie Vrijen. Laat je zien, gloria, in de gloria. Lang zal te leven in de gloria, in de gloria. En verder wil ik mijn excuses aanbieden aan Laura. Want ja, sorry, deze komt weer op de schoorsteenmantel te staan. Dankjewel, Nick. Beste mensen, het zit erop. We gaan een pintje drinken. Ik zou zeggen, één ding, niet vergeten, aanstaande zondag gaan we natuurlijk weer een goede worst meebrengen naar Clara. Want we moeten en we zullen goed weer hebben. Dus ga het allemaal mee, 12 uur, bij Frans, 12:30, 1 uur vertrekken. Even naar Meesterdreef, komt alle en we bezorgen voor mooi weer. Bedankt allemaal. We gaan even wat stoelen opruimen, dat er plaats komt voor de nazit. U mag allemaal blijven zitten, maar ook blijven staan. Drink gezellig een pint. En bedankt allemaal voor uw aandacht. Tot de volgende keer.